Wij besluiten het binnenlands nieuws met de weersverwachting van de Meteorologische Dienst Suriname. Die geldt voor 24 uur vanaf vanavond 19:30. Overwegend gedurende de avond kunnen enkele buien, vooral in het binnenland, mogelijk met onweer voorkomen. Aan het eind van de nacht ontwikkelt zich nevel of mist in bepaalde gebieden. Morgenochtend is er vooral aan het eind een enkele regenbui mogelijk. Gedurende de middag zijn er lokaal perioden met buien, soms met onweer. De Meteorologische Dienst waarschuwt dat er een matige onweersbui in de middag kan plaatsvinden. De kans bestaat er dat er tijdelijk wateroverlast in bepaalde gebieden in het kustgebied kan voorkomen.